We zijn zo lekker bezig in Nederland. Coca Cola wil hier alleen nog maar plastic flesjes van gerecycled materiaal. Het gebruik van boodschappentassen van polyethyleen is in ons land naar schatting met 85 procent gedaald sinds we ervoor moeten betalen. Het milieu is de grote winnaar. Maar degenen die de grondstoffen leveren voor al dat plastic die hebben een probleem. Want hun afzetmarkt wordt kleiner, zou je denken. Maar dat is niet helemaal waar. Dit zijn landen die maatregelen hebben genomen om het gebruik van plastic tasjes tegen te gaan. En daar zit ook meteen een probleem. Hier zitten ook economisch kwetsbare landen bij, zoals bijvoorbeeld Kenia. Volgens de New York Times heeft de plastic industrie in de VS de pijlen gericht op dat land. Kenia onderhandelt op dit moment over een nieuw handelsverdrag met de VS. En volgens de krant is de olieindustrie achter de schermen een intensieve lobby gestart om het verbod op plastic tasjes in Kenia van tafel te krijgen. En daarnaast. Wil Kenia op termijn ook een verbod op de import van plastic afval? En ook dat plan moet de brullenbak in. Op dit moment bouwt Shell in de Amerikaanse staat Pennsylvania aan een plasticfabriek met een capaciteit van naar schatting anderhalf miljard kilo plastic per jaar. Want ondanks allerlei internationale akkoorden zal de vraag naar plastic de komende jaren alleen nog maar stijgen. Het gaat er vooral om polyethyleen voor de plastic tasjes en polypropyleen. En dit zijn de cijfers die daarbij horen. Ondanks alle duurzaamheidsafspraken, internationale akkoorden en goede bedoelingen van landen, groeit de plasticvraag onvermoeibaar verder. De belangen zijn groot. De wereldwijde plasticproductie heeft een waarde van zo'n 580 miljard dollar in 2020. En de komende jaren wordt een jaarlijkse groei verwacht van zo'n 3,2 procent. Het meeste plastic wordt overigens gebruikt als verpakkingsmateriaal. De gevolgen van die toenemende plasticproductie die zien er zo uit. Het duurt jaren voordat dat spul is verteerd. En dus blijven we zitten met een enorme berg vuilnis. Maar dat plastic zou toch gerecycled worden? Ja, dat is de bedoeling. Maar de werkelijkheid ziet er anders uit. Kijk, een klein deel wordt hergebruikt. Het wordt wel steeds meer, maar nog altijd vrij weinig, want het meeste plastic leent zich daar niet voor. De rest wordt verbrand en het grootste deel wordt uiteindelijk gewoon weggegooid. En dat gebeurt dan vooral in derde wereldlanden. Veel Afrikaanse landen, en zeker Kenia, fungeren min of meer als vuilnisbelt voor ons plastic afval. Sinds China in 2018 de import van plastic afval heeft verboden, zoeken afvalhandelaren naar nieuwe markten. In 2019 hebben de VS bijna 500 miljoen kilo plastic afval verscheept naar Kenia, officieel voor recyclingdoeleinden. Maar de praktijk is dat een groot deel van dat plastic uiteindelijk op vuilstortplaatsen belandt of in zee. Wat kunnen wij hier nu aan veranderen? Nou, ja, door regelgeving exportverboden en serieuze controleerbare recycling. Maar vooral door minder plastic te gebruiken. Vond je dit een zinvolle bijdrage? Download dan nu de RTL Nieuws App. Onder het kopje economie houden we je op de hoogte van al het nieuws en alle achtergronden die voor jou relevant zijn.